Wat is je grootste kritiek op het hedendaagse feminisme? Het gevaar zelfs, zoals jij dat noemt in die speech. Ja, nou, ik heb twee grote punten eigenlijk. En de eerste is dat het feminisme van vandaag de dag heel erg denkt in termen van slachtofferschap. He, dus jonge vrouwen, zoals ik, worden aangepraat door dit narratief dat wij allemaal slachtoffer zijn van een onderdrukkend patriarchaat waar we van af moeten. Wat hier zit zo, zeg maar. Ja, exact. Dus het slachtofferschap, dat is de norm. En ik geloof daar niet in. Dus ik ben geen slachtoffer. Ik denk dat Nederlandse vrouwen helemaal geen slachtoffers zijn. Het gaat erom dat je op bepaalde punten wel degelijk hard moet werken. Mm-hmm. Dus mensen hebben tegenslagen in het leven. Vrouwen en mannen. En het gaat erom hoe je daarmee omgaat. Dus dat slachtofferschap, okay, daar dat is één, die noteer ik. Ja. En die tweede? Want dan... De tweede. Dat is ook, daar had ik het in mijn speech over. De paradox van het hedendaags feminisme is dat je dan... We zullen het vanmiddag ook geheid weer gaan zien op de Dam. Vrouwen ziet staan, die gaan protesteren. En dan hebben ze borden vast waarop staat... All refugees welcome. Nou, mm-hmm. Ik begrijp dat niet, hè? Dat je zegt aan de ene kant, dat patriarchaat, daar worden wij allemaal zo door onderdrukt, dat moet kapot. En wat je dan tegelijkertijd zegt, is hè, ik laat allemaal mensen toe, allemaal jonge mannen, die uit veel patriarchale samenlevingen komen dan Europa misschien ooit wel is geweest. En dat is dan geen enkel probleem. Als ik het zeg maar praktisch maak, jij zei bijvoorbeeld ook, diezelfde feministen komen op voor, of zijn tegen het boerkaverbod, komen op voor het recht van een vrouw om een boerka te dragen. Waarbij jij zegt, maar een boerka is toch nogal een vrouwenonderdrukkend ding? Ja, het grootste symbool van vrouwenonderdrukking. Ja. Maar wat dat verklaart is natuurlijk dat deze vrouwen, dus daar komt het slachtofferschap weer in terug. Dat ze de samenleving indelen in termen van wie is de onderdrukker en wie is de onderdrukte. En als de onderdrukte is... dat zijn dan minderheden, vrouwen, de LGBTQI-gemeenschap. We vegen het op één grote hoop. Ja, dat is het onderscheid. Dus daarom hebben ze ook de agenda van de vrouwenrechtenbeweging helemaal uit het oog verloren. Want het feit dat je een slachtoffer bent van dan dezelfde onderdrukker vinden ze belangrijker. En dezelfde onderdrukker, dat bent u dan, hè, de boze witte man. Nou, niet zo heel boos, dat valt wel mee.